En dan is de vraag, wie van de twee gaat naar het WK met Van Gerwen? Ja, dat duurt nog zo lang. Hij zit hier ook gewoon om te broeden, hè? Ja. We hadden het daarvoor natuurlijk voor de uitzending over. Het is over 2 maanden pas. Maar de rankingtoernooien die raken nou al een beetje op. En er wordt gekeken naar bij de grote landen wordt gekeken naar de Order of Merit. Normaal doet de PDC het zo. Het wordt heel... Ja, je weet het nooit. Nee, het staat niet in... hoe zeg je dat? In cement geschreven. Ik zag lood en goud, maar het was in cement geschreven. Maar ja, Michael staat derde van de wereld met meer dan 1 miljoen pond. En daarna komt Danny Noppert met 479.000 pond. Ook niet verkeerd. Nee. En Dirk staat op 406. En om 70.000 pond goed te maken in nog 2 maanden gaat het eigenlijk niet gebeuren. Mm-hmm. Dus het lijkt erop niet als het alleen maar met Dars mag. Nee, precies. Maar stel Van Gerwen zegt, ik gooi liever met Dirk. Ja. Ik zeg al, het zijn niet echt... het staat niet in cement geschreven wat de regels zijn. Er zijn dan een paar koppels bekend. En dan hebben we het over Portugal of over Zuid-Afrika. Zuid-Afrika gaat uiteraard Devin Peterson. Dat is de enige Zuid-Afrikaan op de ranglijst. Mm-hmm. En die krijgt dan een koppelpartner uit zijn eigen land. Uit een kwalificatie. Uit flexpool gewoon. Uit zijn bureau. We zoeken een darter. Nee, ze zetten gewoon kwalificatietoernooien op. Oekraïne doet bijvoorbeeld mee voor het eerst. En die hebben geen spelers op de Order of Merit. Maar ja, dat is dan natuurlijk deels met oorlog. Maar ook omdat die Oekraïner op het WK gespeeld heeft. En die krijgt ook een paar. Die kennen we niet. Dus de paar landen die hebben een aparte... Er zijn gewoon nog darters die geen Wikipedia-pagina hebben op dit WK. 100%. 100%. Maar ja, goed. Ik denk wel dat ze gewoon de Order of Merit aanhouden. Anders wordt het echt een warboel. Want anders zou Van Gerwen misschien wel liefst met Van Barneveld willen gooien. Zal er ooit nog iemand een andere nationaliteit aannemen als darter? Zoals je ook met het voetballen en het schaatsen hebt gehad. Kijk, je hebt Bart Veldkamp de schaatsbelg gehad. Ja, als Ryan Searle ervoor kiest om een Ier te worden of een Noord-Ier, dan denkt hij gewoon de World Cups. Daar zou ik eerder Noord-Ier worden of zo. Het gebeurt af en toe wel. Andy Hamilton of Andy Bolton was een Engelsman, is nou een Schot. Die is niet goed genoeg om hier aan mee te doen. Maar ja, ik zou me niet verbazen hoor. Als de prijs zo blijft stijgen. Vond jij deze video leuk? Abonneer dan op de YouTube-pagina van Vierling Darts voor nog meer van deze video's.